Ben nu net wakker. Eerste dag in de week dat ik een beetje uit kan slapen. Ik heb vannacht een uurtje of 7 gemaakt. Gisteravond had ik nog niet zoveel, of helemaal niet zoveel calorieën op. Ik zat op 1700 toen ik thuis kwam. Dus die andere 1200 die heb ik gisteren gewoon even aangevuld. Nog best veel zitten vreten gisteren. Dus, even kijken, Lotte had nog eiwitpannenkoekjes staan zoals ik zei. Ik heb wat krieltjes op, of eigenlijk een hele zak, maar was nog maar 300 calorieën. Het zijn die voorgekookt, dus wat meer volume. Best een goede tip, zijn lekker uit de airfryer. Ik had barbecue nul calorie saus, die was ook lekker. Lotte heeft nog 2 keer zo'n protein fluff gemaakt. Dus op zich best wel veel volume en niet al te veel calorieën, dus dat was wel prima. Gisteren netjes tot die 2900 gegeten. Ik had wel een beetje last van zin in meer. Maar dat kon ik me gelukkig. Ik heb me daarvan kunnen weer houden. Dus ik zit nog netjes op doel. Het gewicht is ook wat gezakt. Ik word echt fucking skinny. 97,4 of zo was het. Ik weet niet, ik heb het net gefilmd, maar vergeten. Net in bed even een tijdje wat gezocht naar poseermuziek. Dat komt er natuurlijk ook weer aan. Verder vandaag. Moet ik nog een hoop schema's doen, een hoop klanten doen. S'avonds nog even wat werk ook. Vanavond niet zo lang gelukkig. En morgenochtend ook weer, dus een beetje op tijd naar bed denk ik. En ik heb klachten gekregen over het verticaal filmen. Dus ik ga maar even kijken of horizontaal een beetje werkt. Alleen volgens mij kijk ik tegen. Ik ben gewend naar het scherm te kijken gefilmd door het verticale filmen. Dus nu kijk ik de hele tijd opzij, maar goed, jullie wennen er maar aan. Vlogje van gisteravond nog even maken. Had ik gisteren echt geen zin meer in, dus dat doen we nog allemaal vanmorgen eventjes. Vlogje is nu klaar. Het is nu 10:15. Dus nou schema's maken, mijn eigen training even doen en dan straks nog even wat werk wegdouwen. Komt wel goed. Het weekend is nu bijna daar. Lekker thuiswerken aan mijn Jesus. Mijn eerste vaste maaltijd vandaag en gelijk een pre-workout meal. Ongeveer 200 gram groente. 150 gram vis, 20 gram noten en ik pak er even wat tijd frisdrank bij en ik denk nog een beetje eiwitpoeder. En ik ga proberen over 2 uur te trainen. Ik ben nu klaar met schimmers maken. Ik had mijn pre-workout meal zo op, maar ik heb juist toch besloten dat het vandaag een rustdag wordt. Ik zit qua calorieën nog niet heel erg hoog en echt best wel een flinke berg werk verzet en ik heb al een tijd geen rustdag gehad. Dus is misschien wel verstandig, kan ik gelijk die bende daar even opruimen, anders moet Lot vanavond alles weer doen. Dat is niet zo leuk. Dus ja, ik denk dat het goed is om even een dagje even wat bij te komen. Ik kan gelijk alles even goed rusten. Vandaag ga ik meer focus op gezonde vetinname. Ik zit op traindagen vrij laag in vet, hoog in koolhydraat. Dus dat kan ik vandaag even aanvullen. Wat meer groentes eten. Beetje chillen, beetje stress eruit. En dan morgen weer gewoon vol erop. Dus dat is denk ik wel even een goeie. Ik ben vanavond pas. Ik denk 11 uur thuis en morgen moet ik weer om 7:30 mijn bed uit. Dus ik denk dat het wel even verstandig is. Maar goed. Net even gedoucht. Ik heb je meer dan 5 minuten de tijd voor gehad. Voor het eerst deze week. Dus dat was wel even ontspannen. Zometeen pak ik even een bak kwark. 250 gram kwark. 10 gram chili musk. Water. Rozijnen en wat muesli. En ik vreet even een wortel ondertussen. Dat was mijn tweede maaltijd vandaag. Ik ga vandaag rond denk 2.2300 zitten. Straks nog even een stukje lopen. Ik denk dat ik een uur cardio doe vandaag. Het is vandaag wel redelijk rap voorbij. Het is nu een uurtje of 3 of zo, dus straks die kant alweer op. Maar een beetje een saai vlogje vandaag denk ik, maar ja goed. Rustdagen horen er ook bij. Als jullie suggesties hebben of meer willen weten van bepaalde dingen dan let me know. En dan zal ik die dingen ook bespreken in de vlogs. En dat wordt serieus echt goed dik. Dus dat is wel echt chill met vulling. Net nog even supermarkt geweest snel. Nu weer onderweg. Een stukje lopen. Straks nog even een stuk cardio nadat ik heb gewerkt. En dan ben ik vrij laat thuis vanavond denk ik. Morgen weer vroeg op. Dus vandaag een beetje focus op werk. En gaat niet zoveel bijzonders. Tijd over, dus geen bus maar lopen. In mijn vorige prek deed ik dat ook
heel veel. Als je ergens heen loopt is het, vind ik in ieder geval, minder kut dan cardio doen om het doen van cardio. Dan loop je naar het doel toe, dus dat is op een of andere manier relaxter. Zo, nu weer onderweg naar huis. Het is 10 uur. Vandaag ging wel oké, ik zit tot zover op 1300 calorieën. Dus ik heb best wat calorieën nog uitgespaard. Ik denk dat ik zo nog even 2 maaltijden pak. En dan morgenochtend nog even werken. Ik moet om 7:30 op volgens mij, dus dat is al... Het is later, dus chillen, maar het is niet extreem. En dan mag ik even een beetje met Lot rondkijken. Dus dat, een rustig middagje gepland. En dan als het goed is morgen een refeedje. Kijken hoe het uitpakt. Samen trainen. En dan wordt de rest van het weekend zwaar buffelen. Ik ben over een kwartier thuis. Ga ik nog even wat schema's maken voor klanten. Even kijken hoe laat ik moe word. Maar ik wil eigenlijk uiterlijk rond 9:30 in bed liggen. Dan heb ik gewoon netjes 7 uur slaap. Dus even kijken wat we nog in de avond kunnen proppen. Op zich is vandaag best een productieve dag geweest. Als jullie weten of hebben gehoord, had ik eigenlijk een onverwachte rustdag. Want dat heb ik. Ik had eigenlijk mijn pre-workout maaltijd al op. En toen toch besloten om niet te gaan trainen. En geen spijt van gehad. Ik heb wel echt een hele hoop werk kunnen doen vandaag. Training kost toch alweer alles bij me klaar met klaarleggen en weet ik het wat, maaltijden. Natuurlijk eet ik ook anders op een rustdag als op een trainingsdag. Kost dat best veel tijd extra. Dus in die zin was vandaag wel prima en wel weer echt zin om morgen aan de bak te gaan. Ik merk dat mijn knieën de laatste dagen wat moeilijker krijgen. Qua trainen donderdag geen last van gehad gisteren dus. Maar ze knakken een beetje, moeite met stilzitten. Constant gevoel dat ik hem even doorheen moet drukken. Ik denk toch een beetje te maken met dat ik wat langzaamaan wat meer uitdroog. Minder vocht vasthoud. Droger wordt. Dus ja, goed. Het is nog lang niet zo erg als dat de eerste prep was. En het hoort er een beetje bij. Het is ook niet continu. En ik heb nog best wel flinke stukken gelopen vandaag. Dus dat het is allemaal best te doen. Ik had het rond een uurtje of 6, 7 vandaag best wel zwaar qua honger. Maar... ik nu al overheen en het gaat nu wel prima, dus goed. Ik ben nu thuis, eten staat in een magnetron. Echt zin in. Gewoon wit vis met groenten en ik denk dat ik... kan hier misschien wat crackertjes nemen of zo. Met augurkjes erbij. Niet zoveel calorieën, maar gewoon even wat vulling. Ik weeg op dit moment 97,2 in de avond, dus gewicht gaat wel rap af, maar goed. Misschien morgen even een reviewtje. Huidige shape is best oké. En benen willen ook wel oké. Het licht is niet helemaal goed, maar... ik kom wel goed lijn in. Nou, dat is mijn maaltijd. Ik denk dit is zo rond de... misschien 200 calorieën zijn of zo, maar... op zich wel prima. En nog 30 gram Brinta met wat flavor drops. Ik begin nu echt honger te krijgen. En dit is mijn laatste meal vandaag. 75 gram crackers. Een blikje spaarrood met amaklimonade. Suikervrij, of course. En 75 gram 20 plus kaas. Nice.